Kunt u zich even voorstellen en uitleggen wat uw functie hier is? Enfin, ik werk hier voor de beurs van Brussel, maar meer bepaald voor NYC Live. Dus ik ben samen met een andere collega van mij, of twee andere collega's, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het derivatengebeuren binnen de Brusselse beurs. Wat wil dat zeggen? Dat zijn producten die met hefbomen werken, een hoog risico impliceren en dus een meer kennis vereisen van de belegger. Riskeert België om failliet te gaan? Niemand had gedacht dat Portugal en Ierland 10 jaar geleden failliet zou gaan. Failliet is ook nog een groot woord. Er zijn nog verschillende hulpmiddelen voor die landen. Nu, het is nog lang zo slecht niet gesteld met België. Het zou gewoon fijn zijn als we een regering hebben. Dat biedt meer stabiliteit. Zowel voor Vlamingen, Walen als Duitsstaligen in België. Gaat België ooit geld moeten vragen aan het IMF of aan Europa? België heeft een hoge staatsschuld. Dat is een probleem. Maar anderzijds is die staatsschuld voor een groot stuk in bezit van particulieren. En kunnen wij de dagdagelijkse gang van zaken nog altijd sponsoren als land? Daarentegen bij Ierland, Portugal, was er een probleem dat men op korte termijn gewoon totaal niet meer kon voldoen aan een aantal betalingen die men moet doen als land. Komt daar nog eens bij dat op de professionele markt men heel hard begint te speculeren tegen die overheidsobligaties, die de hele markt onderuit halen. Maar momenteel denk ik niet dat de Belgische staat failliet is. Dus, maar wat de toekomst brengt, kenning in een glazen bos in de economische instabiliteit, is ook geen cadeau op dit moment. Dank je voor het interview.